Dit is de Twents vakantiebus van 2016. Hier staan onder andere leerlingen met van 25 stands. Ze hebben leerlingen en die hebben allemaal een land gekozen in het eerste jaar. Die gaan ze vertegenwoordigen. Hebben ze het hele jaar door hebben ze alle informatie verzameld dat ze konden vinden. En daar gaan ze dus nu, weten ze er alles over. Dan kunnen ze de gasten alles vertellen wat ze erover weten. En ook staan er verschillende bedrijven, grote bedrijven zoals TUI en Face-to-Face Travel. Die staan hier ook om bijvoorbeeld reizen te verkopen en ook gasten informatie te geven over de landen waar ze vragen naar hebben. Wat komt u vandaag hier doen? Ik heb de hele eervolle taak gehad om deze mooie beurs te openen en dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Wat vindt u van de ROC vakantiebeurs? Dit is al de 7e keer dat het gebeurt en het wordt steeds mooier. Het is een prachtig initiatief. Want daaruit blijkt gewoon hoe belangrijk het is dat je studenten, scholieren laat kennismaken met de praktijk van de reissector. En als je zo'n beurs organiseert, ja, dan kom je met alle problemen in aanraking en ook de leuke dingen in aanraking. En dan leer je veel meer dan dat je vanuit de boeken leert. Dus dit is hartstikke mooi. Het is gewoon eigenlijk een vak. Dit is de integrale opdracht. Elk jaar heb je dat weer. En voor de eerstejaars is dat dus de vakantiebus. Dan moeten ze dus alle informatie zoeken het hele jaar door. En ja, voor onszelf, voor als derdejaars, is het niet per se een examenopdracht. Maar het is ook gewoon een vak evenementenorganisatie. En daar krijg je een bepaald cijfer voor. En dat bepaalt dan, als je een goed cijfer hebt, dan ja, ga je over. En als je een slecht cijfer hebt, dan wordt het lastig. Nemen uw leden ook mensen aan die aan zo'n vakantiebeurs hebben deelgenomen? Ja, en daarom, jazeker. En daar, we zijn, als je het hebt over de toekomst van de reissector, natuurlijk afhankelijk van deze studenten die hier rondlopen en die hier nu in die stand staan. Dus die hebben we heel hard nodig. In een veranderende sector, want er is steeds minder mensen achter de balie bij een reisbureau. Maar veel meer mensen ook in een callcenter of online. Maar dat we heel veel mensen nodig hebben, ja, dat is heel zeker. De uitreiking van de Raadsmeter 2015, Marcel Roording, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Ik had het niet verwacht dat ik hem zo in. Nee, waar hebt u hem voor gekregen precies? Ik heb hem gekregen voor het raadsvoorstel voor het maken van het gemeentelijk reorganiseringsplan 2016 tot en met 2020. En dan ook voor het hele proces, zeg maar, vanaf het begin. Hoe ik de raad heb meegenomen, de hele procedure. Ik ben met de raad wezen fietsen, we hebben zo'n informatieve raad gehouden. En uiteindelijk heeft de raad bijna unaniem gestemd voor het gemeentelijk reorganiseringsplan. Ja. En daar heb ik eerst prijs voor gekregen. Dat is natuurlijk gewoon uw werk, maar hoe leuk is het dan om daar een prijs voor te krijgen? Ja, dat is zeker leuk. Alleen de nominatie, dat spreekt wel heel veel waardering uit. Ja. Dat vond ik al heel leuk. Ja. En dan wint u hem ook nog. En dan win ik hem ook nog, ja. Dat is ongelooflijk. Hoe gaat het nou in zijn werk, zo'n nominatie voor de raadsprijs? Het raadsvoorstel wordt ingediend. En vervolgens kunnen raadsleden die kunnen aangeven of ze het raadsvoorstel nomineren voor de raadmeter. En ik meende dat voor mijn raadsel de drie partijen onafhankelijk van elkaar mijn raadsel hebben genomineerd voor de raadmeter. Ja. En daar ben u trots op? Daar ben ik trots op, ja. Zeker. Ja. Was het de eerste keer dat u genomineerd bent? Ja, dat was de eerste keer. Ja, ja. Ik ben gewonnen. Ja. Dat is een goed begin. Ja, goed begin. Ja. Ja. Hoe lang werkt u al bij de gemeente? Ik werk nu 11 jaar bij de gemeente Almelo. Ja. Ik ben, werk is dat ik me bezig hou met het water. Dus ik ben de hele dag met steeds het water bezig. Ja. Vandaar ook het gemeente-reguleringsplan, dat is eigenlijk de bijbel van de Almelo's water. Ja. En dan dus de raadmeter 2015 gewonnen. Volgend jaar weer? Ja, misschien. Ik heb al een mooi voorstel in je gedachten. Dat ik misschien wel weer genomineerd. Oké, ja. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Goed. De Voorlees Express is een organisatie die bemiddelt tussen gezinnen met kinderen met een taalachterstand en voorlezers die dolgraag willen voorlezen en deze kinderen helpen. Ja, op het moment
events zijn in heel Nederland de voorleesdagen. Op televisie, in bibliotheken, overal wordt aandacht besteed aan voorlezen en voorleesboeken. Vooral voor de jonge kindjes. En de bibliotheek heeft al jaren het gebruik om een voorleesontbijt te regelen. Dan voor de ene soort groep, dan voor de andere soort groep. En nu hebben ze het dus gedaan voor deze kinderen. Wij zijn coördinator van de Voorleesexpress. Wij matchen voorlezers en gezinnen aan elkaar. En zijn dus nu ook het vertrouwde gezicht voor al deze mensen die de moeite hebben gedaan om hier te komen vanochtend. Hoe komen mensen nou eigenlijk bij de Voorleesexpress? Hoe weten ze dat nou? Ja, dat is een hele goeie. We krijgen veel aanmeldingen binnen van puntspeelzalen. Die kinderen observeren en kijken hoe het met hun taalontwikkeling is. We krijgen veel aanvragen binnen van de GGD's, die de jeugd en kleuterzorg onder zich heeft. We krijgen veel aanvragen binnen van scholen, van basisscholen, van de kleuterklassen. Die zijn heel geliefd. En we krijgen aanvragen binnen van ouders zelf, die op een of andere manier op de hoogte zijn van het bestaan van de Voorleesexpress. Dus u komt veel bij gezinnen thuis, mevrouw Van Hoef. Ja, klopt. Ja. Klopt. Om de eerste keer om kennis te maken. Dan een keer om een voorlezer te plaatsen in het gezin. Dan gaan we halverwege nog eens evalueren hoe het gaat en we maken een foto. En na 20 keer voorlezen sluiten we af, komen we ook weer met een presentje, de foto, een diploma voor het kind. Dat is heel feestelijk. Vandaag start hier een nieuw initiatief van de Stichting Rembrandt Schildertjes. Dat is namelijk een talentenklas. Dat is bedoeld voor een aantal getalenteerde kinderen van de 50 Rembrandt Schildertjes die in juni mee hebben gedaan aan het project Rembrandt Schildertjes op het Rembrandtplein. Toen hebben ze daar allemaal een schilderij gemaakt. Onder leiding van kunstenaars. Dat is geëxposeerd in het stadhuis in november. En wij hebben met wat extra ondersteuning van de Rotary hebben we nu de mogelijkheid gekregen om wat meer te doen. En toen is de keuze gevallen op een project om een aantal getalenteerde kinderen aan te moedigen om wat meer te doen op dit gebied. Klopt, dit is de eerste les in het kader van de Rembrandt schildertjes. En dat zijn een aantal uitgekozen kinderen die het heel leuk vinden om te schilderen. En die hebben meegedaan aan de Rembrandt Fiesta. En nu mogen ze hier 10 weken lang komen schilderen. Wat ga je ze leren? Ja, heel veel. In eerste instantie de basistechnieken zoals over kleurleer, vormleer, een beetje kunstbeschouwing. Ik haak aan op bekende thema's in de kunstgeschiedenis. Werk zoals bijvoorbeeld van Picasso of Rembrandt, dat soort schilders aan de orde stellen. Ja. En gaan ze zelf ook schilderen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, we beginnen eerst met een 10 minuten, een beetje theorie, of dan leer ik ze een techniek. En daarna gaan ze zelf aan de slag. En, het is ook de bedoeling dat ze uiteindelijk hun eigen werk maken. En, Ze maken een kunstontwikkeling door. Ja, dat klopt. Die kinderen die zijn geselecteerd door 8 kunstenaars. Dat zijn dus de begeleidende kunstenaars van het project. Die hebben op basis van wat de kinderen daar gemaakt hebben, hebben die een keuze gemaakt. Die hebben bij mij allemaal een voorkeurlijst ingediend van welke 10 kinderen, dat was dan de vraag. Zij een aanmerking vonden komen hiervoor. Nou, en dat heb ik geturfd. En daar is dus een groep van nu 11 kinderen uitgerold. Want ja, dat kwam wat handiger uit dan 10. Er zaten er toevallig 11 die aan de selectiecriteria voldeden. En die beginnen vandaag. Die krijgen iedere week een les van 1,5 uur hier in de kunstenschool Kaliber. Onder leiding van Janke Nieboer. En dat project dat eindigt dus 30 mei. En tijdens het lentefestival, dat zal dus ongeveer gelijk lopen met die
expositie. Dan wordt er ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het kind die de beste prestaties of de meeste verwachtingen levert. Die criteria die bedenken we nog en daar maken we ook een kleine jury voor. En dat is in het kort gezegd wat er gaat gebeuren. Hans Hilbrink van de Broker Toneel, wat gaan jullie dit jaar opvoeren? We brengen op de camping, brengen we op de planken. Ja. En wie heeft dat stuk geschreven? Dat is G.M. Koek. Ja. Nou ja, waar gaat het over eigenlijk? Nou, het gaat over een stel dat op vakantie gaat, op een camping. En wel op een Duitse camping. En dat, dat loopt altijd anders dan dat gommel natuurlijk. De man op zich die wil graag vissen. Maar ja, dan weet je waar, dan moet je dan wel van goede huizen komen. Hij in Duitsland wat vangen wil. Hè? Überhaupt. Nou, maar ik geloof dat je camping maar ook over kijkt. Kijk of dat wat er blijven is. Ja, maar je kunt wel even helpen, jongen, dat zei hij erop. Die meis zegt dat niet zo. Die jongen heeft ook vakantie. Spelende 8 spelers hebben we. Ja, we hebben een groep van 10. En er zijn 8 spelers van en een souffleuse en ik dan als regisseur. Ja. Hoe lang bestaat die Broker Toneel al? Dat is een goede vraag. Dat was vorig jaar 25 jaar. Dus nu 26. Ja. En die zijn zelf, hè? Dat ik vlees waren en dat ik dat niet met me neem in nood doen. Want dat was veel te warm, hij zelf zegt. Ja, dat heb ik maar wat gelijk, hè? Maar die zijn ook nog van Airbo, de hot in met lopen show. Die kom je op de camping waar. Het is een brookshoes, het cultuurhoes, heet het ook wel eens. Ja. Er kunnen maximaal 120 mensen in. En we schieten al mooi op met de kaartverkoop. Ja. We hebben 6 voorstellingen. Ja. 3 weekenden, dus de vrijdag en de zaterdag. Ja. En wie, voorstellingen. Ja, we beginnen op 26 februari. En dan 27 en dan 2 weekenden. Nou, er zijn nog enkele kaartjes te koop, ja. Okay. 26 en 27 februari. 4 en 5 mei, maart natuurlijk. Mm-hmm. En dan 11 en 12 maart. Ja, 11 en 12. Ja. 6 voorstellingen, mijn liefst, ja. Hoe was de ervaring met vorig jaar? Nou, goed. Ja. Heel erg goed, ja. Ja. Mm-hmm. Ik heb hele goede recensies gehad over vorig jaar, over de revue. Ja. We hebben een revue gespeeld. Ja. Ook allemaal zelf in elkaar gezet. Mm-hmm. Met elkaar. Dus, Ja, want kijk, dit decor hierachter. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, daar hebben we ook nog wel voeten in de aarde gehad, zou ik maar zeggen. Want op een gegeven moment moesten we met tenten gaan werken. En, maar hoe? He, daar hebben we een tent op Van Marktplaats. Hebben we binnen laten komen. Maar dat past allemaal niet, allemaal veel te groot. En die zou speciaal laten maken in Almelo. Ja. Wat doen jullie er dan mee als de voorstelling afgelopen is? Dan denk ik dat we ze te koop aanbieden. Wat stond mij voor ogen, dat is genoegzaam bekend. Een gevarieerd samengesteld gezelschap, personen van beider kunnen, dat elkaar één keer in de zoveel weken treft voor een luchtige koud, maar serieuze onderwerpen worden zeker niet geschuwd. Napoleon, en die heeft het met zijn officieren ooit eens op de Russen, ik had net een klein onderhoud met Kozakken, ja. Kozakken. En die hadden altijd van, als ik een veldslag heb gewonnen, dan sla ik een champagnefles open en als ik hem verloren heb, ook. Maar hij hield van champagne. En als saberen gebeurt, in dit geval met een briket, dat is een Frans officierssabel. En met een mooi verguld handvat. Ik ga mijn uiterste best doen, dames en heren. 1, 2, 3, voilà. Ja! Oké. En hier gaat nummer 2. Prachtige campagne, zeg. Heel mooi. 7. Ja, min 1 nu. God, zeggen ze. Ja, hoop. Die bubbels in hier. Santé, bonheur, champagne. Op de dampring! Ja, nog een flesje. In uw midden, maar waar het om gaat is, sigaren. Een prachtig product. Een sigaar dien je ook te savoureren. Een sigaar rook je niet als een sigaretje.
Wat heel belangrijk is, dat een sigaar met egage geroken wordt. En die sigaar, die hou je dus ook in de hand, niet als een sigaret. En ik ben nu eventjes misschien wat belerend en ik kijk even streng om u heen. Maar ik zeg ook altijd, in een paar uur tijd geef ik u informatie waar u uw hele leven wat aan heeft. En als we straks afscheid nemen, dan is het prima wat u ook doet. Maar nu krijgt u de kans. Belangrijk is met de sigaar ook dat je dus in een rustige ruimte dat dient te roken. Als je een sigaar rookt, moet je niet een heel blaartrekkend verhaal gaan ophangen, want die sigaar moet je in de gaten houden. Als je die sigaar hebt aangestoken, ik zag net een persoon die dat bij een kaars deed. Nou, dat moet je niet doen, want dat is toch anders. Ook niet met een benzineaansteker. Het mooiste is natuurlijk gewoon met een lucifer. Een cederhoutje, dat werkt ook niet. Het beste is gewoon een gasaansteker. Je kunt heel veel met sigaren doen, maar waar het uiteindelijk om gaat is dat een sigaar is op een gegeven moment opgerookt en dan leg je hem weg. Je drukt nooit een sigaar uit. Maar in de loop der tijden zijn er andere benamingen aangegeven. Ik noem er een paar. Henk Boom, oud-Almeloer. Als journalist ooit begonnen bij het Dagblad van het Oosten, later Tubantia. En een collega van Han Papen is weer terug in Almelo. En waarom? Enerzijds omdat ik altijd in Almelo terugkom, omdat ik hier geboren ben en mijn familie hier woont. En anderzijds omdat wij een goed contact, en wij, mijn vrouw Lotje de Lucenet en ik, een goed contact hebben gekregen met de kunstkring. Met name met Hanneke van Schoten. En dat Hanneke mij gevraagd heeft om een lezing te geven over Jordi's Bos, omdat ze wist dat dit boek er zat aan te komen. Ik woon al 28 jaar in Madrid en nu zitten we op 20 kilometer afstand van Madrid en kom ik daar uiteraard met grote regelmaat. Waarom Jeroen Bos? Omdat Bos meer dan welke schilder dan ook oproept tot nadenken. Dat je je afvraagt, wat heeft die man in godsnaam bewogen om dit soort christelijke iconografie te schilderen, wat geen enkele voorganger van hem ooit had gedaan. Wat heeft hem bezield, om dat woord maar te gebruiken. Wat is er omgegaan in zijn ziel? Was hij gedrogeerd? Heeft hij drugs gebruikt? Was het een esoterisch man die in de hoek van de Rozenkruisers komt? Had hij kritiek op de kerk? Was het een ketter? We weten het allemaal niet. Allemaal vragen. En die vragen die hebt u ook gesteld in het boek wat u erover geschreven hebt, hè? Ja, dat is het boek uiteindelijk. Kijk, het is geen biografie. Zou ook niet kunnen, want we weten niks over Bos. We weten niet eens wanneer hij geboren is. We nemen aan 1450, maar dat is niet zeker. We nemen aan is Hertogenbos, maar dat is niet helemaal zeker. We weten niet wat er in al die jaren is gebeurd. Ik heb als een journalist heb ik dus het pad gevolgd van alle controverse, want die is er van meet af aan geweest. Die heb ik gevolgd en dat heb ik op een rij gezet en dat ondergedeeld in een aantal hoofdstukken om aan te geven hoe verschillend er over Bos wordt gedacht, werd gedacht en zal worden gedacht. Het boek heet? Het boek heet De Bezeten Visionair en mij is al gezegd dat ik even bezeten ben als Bos zelf. Stop.
vanzelf al op. Ja, dat moet je dan nog. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.